Dit is Rosa. Ze is 11 jaar en ze heeft de diagnose Asperger en ADHD. Ze gaat niet meer naar school, omdat ze veel ruzie had met andere kinderen. Ze is snel boos en ook thuis is er veel strijd. Rosa gebruikt ook medicatie. Ze wordt aangemeld bij dokter Leo Kannerhuis met de vraag welke behandeling passend is voor Rosa. Tijdens de intake blijkt dat Rosa uit een complex gezin komt. De moeder van Rosa heeft ook autisme en is huisvrouw. Haar vader werkt in de ICT. En is veel van huis. Het gezin telt vier kinderen. Het jongere broertje van Rosa heeft ook autisme. Hij is acht jaar. En dan heeft ze nog een oudere broer van dertien. Bij hem wordt ook autisme vermoed. Haar oudere zus van zestien heeft geen diagnose.